Zeer bedankt voor de uitnodiging. Ik wou vooral mijn aandacht schenken aan de wetenschap, maar ter introductie eerst een paar achtergrondsdia's. Mag ik de volgende? Dan kan ik vol trots laten zien waar wij gevestigd zijn. Goed, of je nou wetenschap in een bunker bedrijft of in dit prachtige pand, dat doet er natuurlijk niet toe, maar ik wou het toch even laten zien. Mag ik de volgende? Inmiddels hebben wij 3 vestigingen en behandelen wij aardig wat cliënten in een jaar. En in onze afdeling Beeldhoven hebben wij 39 medewerkers om een beetje een achtergrond te geven. Ik heb gisteren ook nog even gekeken op uw sites om te zien wat er over ons instituut destijds werd vermeld. Mag ik de volgende? Onze Anne-Frit van Dam, niet te snel, meldde in 2001 dat wij geloven dat stressreductie het immuunsysteem versterkt en zo kanker voorkomt. Mag de volgende? Iets eerder meldde Renkes dat het Helen Downing Instituut, mijn instituut dus, maar weet u wie hier voor heeft, denkt dat baarmoederhalskanker en zelfs afwijkende uitstrijkjes tussen de organen ontstaan. Nou, wij geloofden dat niet, wij dachten dat niet, wij hebben dat slechts onderzocht. En dat is natuurlijk het grote verschil. Geen geloof, maar onderzoeken. Maar gelukkig, wat later wordt er vermeld, het HDI is na de dood van Marco de Vries een andere weg ingeslagen en is nu een keurig instituut geworden dat veel goed werk doet. Het laatste doet mij natuurlijk deugd, zij dat het natuurlijk niet zo is dat de dood van iemand deze omslag bewerkstelligt. Ik heb geloof daar zelf erg toe bijgedragen. Niet door te zeggen dat het idee niet onderzocht zou moeten worden, maar dat ik geen heil zie in het verder onderzoek op dat gebied naar de vele onderzoeken die al gedaan zijn. Nu de wetenschap. Mag ik de volgende sheet? Ik heb hierover ooit 3 overzichten geschreven. En in 2004 waren er nog totaal 70 studies, volgende. En wat later heb ik voor het handboek een nieuw overzicht geschreven met 83 studies. En tenslotte de volgende. Mochten wij op kosten van het KWF kankerbestrijding een update maken, daar heb ik in deze update gekeken naar factoren die invloed hebben op het ontstaan van kanker. Daarover wil ik eerst wat vertellen en daarna over factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het beloop van kanker. En als er nog een beetje tijd over is, over interventies die op dit gebied gedaan zijn. De volgende. Dit overzoek gaat over 69 studies naar de invloed van psychologische factoren en het ontstaan van kanker, om te kijken of daar iets in zit of niet. Volgende. Wanneer is onderzoek een beetje kwakzalverig als er helemaal geen denkbaar mechanisme is wat in dit geval staat tussen psychologische factoren en het ontstaan en beloop van kanker? Als je daar geen mechanisme voor kunt verzinnen, dan hoef je dat onderzoek ook niet te doen. Maar vanaf het begin af aan, mag ik de volgende dia, was dit systeem al bekend. En zoals u allen weet, heeft het zenuwstelsel invloed op het hormonale systeem. Als je met bus rent, dan wordt er plots een heleboel adrenaline extra uitgescheiden. Het hormonale stelsel heeft effect op het immuunsysteem. En wat minder duidelijk zou het immuunsysteem invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van kanker. Althans, dat is theoretisch heel goed mogelijk. Verder is er ook nog een rechtstreeks effect van psychologische factoren op het hormonale systeem en een recht effect van sommige hormonen op het ontwikkelen van kanker, zoals u weet. Er zijn dus bekende mechanismen, maar dat wil niet zeggen dat het effect ook in feite optreedt. Het kan, maar het is niet bewezen dat het zo is. Mag ik de volgende? Veel groter is natuurlijk het veronderstelde effect van gezondheidsgedrag. Mensen die depressief zijn of die weinig sociale contacten hebben of die neiging hebben om negatieve emoties binnen te laten, die zouden misschien ook wel wat vaker kunnen roken, wat minder fruit en groente eten, wat minder snel naar de dokter gaan enzovoort. En dat alles kan ook mede invloed hebben op het ontwikkelen van kanker. Die factor is tot nu toe altijd beschouwd als een confounder, terecht, waarvoor je controleert, maar misschien
bedachten wij, is het ook wel eens interessant om die juist eens te gaan onderzoeken. In hoeverre hebben psychologische factoren invloed op gezondheidsgedrag, wat invloed heeft op kankerontwikkeling. De volgende dia. U weet allen dat stressvolle condities invloed hebben op het hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem. En dat leidt tot verhoogde afgifte van ACTH en cortisol. Volgende. En zo heb je ook het sympathisch adrenulaire systeem. En activatie leidt eveneens tot mogelijk immunosuppressie. De volgende sheet. Nu de laatste stap, dat is het immuunsysteem en kankerontwikkeling. En vroeger werd verondersteld dat voor zover het immuunsysteem een rol speelt, dat vooral bij viraal virusgeïnduceerde kankersoorten zou zijn. Maar volgende. In een overzicht las ik dat een heleboel verschillende soorten kanker een verhoogde kans hebben naar immunosuppressie. Dus misschien speelt inderdaad het immuunsysteem toch wel ook bij de mens een flinke rol bij het ontstaan en beloop van kanker. Volgende. En dan zijn er directe hormonale effecten. Zoals u weet heeft oestrogeen effect op een verhoogde kans van ontwikkeling van kanker in het endometrium, de eierstok, prostaat en colorectale kanker. En ook de niveaus van dit hormoon staan onder invloed van mede van psychologische factoren. Het is dus allemaal mogelijk. Volgende. Dit ging over gezondheidsgedrag, maar dat had ik u eigenlijk al verteld. Volgende. Nu over een samenvatting van die onderzoeken die gedaan zijn naar de invloed van psychologische factoren op het ontstaan van kanker. Dat zijn allemaal, ik heb me beperkt tot prospectieve studies. Je moet natuurlijk geen cross-sectioneel onderzoek in dit geval gaan bestuderen. Dat is allemaal vrij zinloos. We hebben gekeken naar prospectieve longitudinale studies. Ja. En in het geval van het ontstaan van kanker starten die met een grote groep gezonde mensen. Daar worden psychologische vragenlijsten bij afgenomen of op andere manieren hun psychologische bijzonderheden in kaart gebracht. En die worden dan tientallen jaren gevolgd om te kijken wie daar kanker heeft gekregen en of, wie niet. En of dat relatie heeft met die eerder bepaalde psychologische factoren. Ja? En ik heb ook een aantal retrospectieve case-control studies, dus waar gezonde personen en mensen met kanker werden vergeleken, maar dan alleen volgende, als het gedaan werd met zeer duidelijk objectieve, waar vast te stellen psychologische situaties in het verleden, ja, zoals verlies van een partner, dat kun je allemaal in registers allemaal nakijken. Dus die studies heb ik ook toegelaten. Volgende. Natuurlijk moet je rekening houden met confounders, want een factor als leeftijd kan zoveel invloed hebben op depressieniveau als op de kans dat je kanker krijgt. Dus vanzelfsprekend dat je met een aantal relevante verstorende factoren rekening houdt. En dat heb ik ook in het onderzoek, in het review gedaan. Volgende. Volgende. En ik heb studies waar minimaal controle werd toegepast uitgesloten, behalve hele grote studies, omdat ik daar vermoedde dat daar een goede verspreiding van confounders optrad. Maar ik heb hierna ook nog gekeken of het wat uitmaakte wat mijn conclusies betreft tussen zeer goed gecontroleerde studies en wat minder. Volgende. Nou, wat is de samenvatting? Ik vond 71 studies. En er waren maar liefst 52% daarvan die een verband vonden. Ja? Nou, is dat nou veel of is dat nou heel weinig? Wel, je moet hier wel bedenken dat het gaat om een effect in alle richtingen, of het nou bevorderlijk was of nadelig. En ook van alle psychologische factoren die in zo'n onderzoek zijn onderzocht. En dat konden er soms wel 10 zijn. En als er eentje van een effect vertoonde, heb ik dat hier in die 52% meegerekend. Dus dat is eigenlijk niet zo interessant. Volgende. Ik heb eerst gekeken in welke mate er rekening is gehouden met verstorende factoren. Ja? En dan was weinig, volgende maar meteen erachteraan. Voldoende controle betekende dat rekening gehouden was met leeftijd, geslacht, gewicht en alcoholgebruik en roken. Volgende. Totaal dus, staat er weer eventjes, ja. Het aantal dat ik vond.
En dan ziet u dat het percentage studies wat een relatie vond, bij weinig controle 50% was en bij voldoende controle 50%. Dus het hier en daar een beetje toeschietelijk zijn wat betreft aantal confounders had geen effect op de conclusies die ik trek. Volgende. En wat u hier ziet is of de steekproefomvang er nog toe deed. En dan ziet u dat de allergrootste studies wat minder effect vonden. Dat is natuurlijk een beetje opvallend. Ik neem aan dat dat komt omdat bij kleine studies veel meer factoren zijn onderzocht. En er was er altijd wel eentje van significant. En dat daarom bij kleinere studies wat meer effect werden gevonden. Ja? Dus samenvattend, een geringe controle voor verstorende factoren heeft geen invloed op de conclusies. Ik geef wel aan dat hier toch minimaal voor leeftijd en geslacht moest zijn gecontroleerd, want anders nam ik de studie überhaupt niet op. Volgende. En ja, dat heb ik al verteld. Nou, dan is de vraag, hangt het nu af van de soort kanker? Ja. Dit is wat ingewikkelde dia, maar ik kan het niet eenvoudiger maken. Dit zijn alle soorten kankers die zijn onderzocht. En er staat in de eerste kolom die percentage in hoeveel gevallen er een effect is, een relatie is gevonden met psychologische factoren. En dan zie je, hier heb ik de soorten kanker waarbij het wel opvallend was, blauw gemaakt en de rest is een beetje afgedekt. Dan zie je dat bij longkanker, bij colorectale kanker, en vooral bij de darmkanker daaronder. En, nou die laatste vergeet ik eventjes, dat daar vooral hoge percentages werden gevonden, relatief hoge. En dat het ook gold als rekening werd gehouden met roken en met drinken. Ja? Dus, of een effect werd gevonden hangt af van de soort kanker. Ja? En er werd vaker, relatief vaker, een effect gevonden bij longkanker, darmkanker. En voor borstkanker ook als rekening gehouden werd met roken en alcoholgebruik. Ja? En wat u misschien inderdaad niet hebt gezien, maar dat ligt ook al een beetje voor de hand. Als bij onderzoek bij longkanker rekening werd gehouden met het effect van roken, dan was er veel minder vaak een effect. Maar toch altijd nog in de orde van, wat was het, 35%. Studies die een positief effect vonden. Ja. Wat u de haast vast ook niet heeft gezien, is een rijtje met een sterretje ernaast. En dat zijn studies waarin een heel vreemd effect werd gevonden. Namelijk waar je in het algemeen verwacht dat bij blootstelling aan stressvolle situaties, bij lijden aan depressie of bij ernstige levensgebeurtenissen zoals het verlies van een geliefd persoon of bij weinig sociale steun, dat je dan een grotere kans krijgt op het ontstaan van kanker. Vreemd genoeg waren er ook nog wel wat studies die het tegenovergestelde vonden. 20 studies vonden een kleinere kans op kanker bij blootstelling aan stressvolle situaties. Dat is dus heel opvallend. Volgende. Nou, dat is misschien de belangrijkste dia. Dat gaat over de vraag om welke psychologische factoren gaat het nou, die dan een ietsje grotere aanwijzing vertonen dat psychologische factoren misschien van belang zouden kunnen zijn. Mag ik de volgende? Ook hier heb ik weer gewerkt met in donkerblauw wat opvalt en in grijzig wat minder, veel minder duidelijk is. Dan ziet u de bovenste, die weet ik wat er staat en u kan het misschien niet lezen, dat als het gaat om blootstelling aan stressvolle situaties, dat er nou niet zo erg vaak een effect werd gevonden als je tenminste daarvan uitsluit ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals het verlies van een geliefd persoon of scheiding op vroege leeftijd. Dan vind je in bijna 40% van de gevallen een verband. Dat geldt ook voor geringe sociale steun. Dat geldt ook voor depressieve stemming. En vooral voor depressieve stoornis. Daar is het percentage het hoogst voor. Verder ook nog wel wat studies die aangeven dat het onderdrukken van negatieve emoties een rol zou kunnen spelen. En pessimisme of het gebrek aan optimisme. Maar de middelste rij geeft aan waar er geen verband is gevonden. En dat aantal is toch altijd hoger dan de gevallen dat er wel een verband is. En ook werd er soms een verband gevonden in tegenovergestelde richting. Dus
Wat de conclusie ook mogen zijn, sterk of er is geen verband, dat kunt u zeggen. Of er is wel een verband, maar als er wel een verband is, is het een buitengewoon zwak en niet systematisch bevestigd verband. Volgende. Dus voor geen, ik heb mijn conclusie luiden, voor geen enkele psychologische factor is overtuigend aangetoond dat ze van invloed is op het ontstaan van kanker. Ja. Maar goed, als je toeschietelijk wil zijn, dan zijn de aanwijzingen nog het sterkst voor, ja. De depressieve stoornis, ja. Verlies van een nabijstaande, weinig sociale steun, ja. En depressieve stemming en ook nog de neiging tot het onderdrukken van negatieve emoties en pessimisme. Goed, dat zijn de studies dat als je heel welwillend bent, misschien dan toch nog wel wat in zit. Wat voor mij zo weinig in dat ik heb geadviseerd hier niet mee door te gaan. Mag ik de volgende? En dat was dan een aantal studies wat in voor deze factoren een verband vond. En dan staat hier de factoren waar, nou, waar geen enkele aanwijzing voor is gevonden. Mag ik de volgende jaar? Goed, nou zegt u van, dit is dus een systematisch review. Ik heb een aantal studies geteld die een effect vonden, of die een verband vonden, en studies die geen verband vonden. Een meta-analyse is natuurlijk een veel steviger benadering. Alleen daar had ik het geen geld en geen tijd voor. Ik hoop dat er nog een keer uit te voeren. Maar ik heb wel een meta-analyse voor u meegenomen van een andere, die wel veel minder studies heeft geïncludeerd, 37 studies. En wij 71, pak de volgende. En deze studie vond overal een klein maar significant effect. Maar goed, u ziet, dat is toch wel buitengewoon klein. Dat moet je geloof ik toch lezen dat een 6% toename is te verwachten als je rekening houdt met psychologische factoren. Volgende. Zij vonden ook een negatief verband in de zin dat bij schildklierkanker dus een verminderde kans werd gevonden onder invloed van psychologische factoren, maar dat was bij slechts 3 studies. Ja. En voor een heleboel soorten kanker werd geen effect gevonden. Ja. Wij vonden de aanwijzing, ik herhaal het nog eventjes, voor bij borstkanker, bij longkanker en bij darmkanker. Maar dat komt wel overeen met die conclusie van Chida, of hoe je het ook mag uitspreken, dat voor zover er een effect is. Oh nee, hij vond het bij geen enkele factor, sorry. De overeenkomst is dat zij een effect rapporteren bij depressie en dat wij dat ook vonden. Volgende. Dit is wat zij dus vonden wat betreft de soort psychologische factoren. Vooral depressie had van alle factoren een effect. En enigszins wat zij noemen life stress exposure. Dat was de combinatie van allerlei soorten belastende levenssituaties, inclusief de zware situaties zoals het verlies van een geliefd persoon. Dus wat dat betreft komt het wel overeen met mijn conclusie. Ja? Volgende. Dat was dus het ontstaan van kanker. Nou wil ik ook, als u dat allemaal tot u kunt nemen, het hebben over studies naar het beloop van kanker. Daar heb ik 53 studies voor gevonden en daar ga ik iets sneller doorheen, mag ik de volgende. En dat gaat over, de opzet hier is dat mensen met kanker op een bepaald moment, meestal kort na de diagnose, maar ook soms een later tijdstip, werden geëvolueerd wat betreft psychologische bijzonderheden. En die werden daarna vele jaren gevolgd met betrekking tot ziektevrij interval of overlevingsduur. Ja. Kijk, dit gaat veel sneller. We gaan meteen naar de soort kanker. En dan zijn hier de percentages, waren de relaties gevonden. En u ziet dat dat niet heel erg veel uitmaakt. Dus in alle gevallen is het aantal studies wat een verband vond nogal vrij hoog. Maar nogmaals, het kan ook gaan om een studie waarin 10 verschillende psychologische factoren zijn onderzocht. En als er eentje van significant was, dan telt die hierin mee. En wat ik aanvankelijk dacht voordat ik hiermee begon, is dat
wellicht veel minder studies en verbanden vonden als het gaat om uitgezaaide longkanker, omdat het een ernstige soort is, dan denk je, als psychologische factoren al een rol spelen, dan zal het wel niet bij zo'n uitgezaaide soort kanker zijn, maar dat blijkt dus bij borstkanker niet het geval, tenminste als we hierop af mogen gaan. Volgende. En dan al meteen naar de psychologische factoren, die waarin iets vaker een verband is gevonden dan voor andere factoren. En dat geldt dan voor sociale steun weer. Dat geldt voor distress. Ik heb hier geen onderscheid gemaakt of het ging om depressie of angst. Samenvat distress, om repressie, dus het onderdrukken van negatieve emoties, om hulpeloosheid of pessimisme en over het vermijden. En er zitten nog een paar aardige tussen, namelijk vechtlust. Je weet allen dat dat destijds een thema was, dat je moest vechten tegen je kanker. En dat, dan schiet bij de naam, maar dacht aangetoond te hebben dat dat ook feitelijk een effect had. Maar zoals u ziet is van die ene studie die dat effect vond in de verwachte richting, zijn er later 5 studies bijgevonden, waarvan de 3 geen relatie vonden en 2 tegenovergesteld. Dus wij kunnen in ieder geval heel veilig van vechtlust zeggen dat dat wetenschappelijk niet is aangetoond dat het effect heeft. Wat ik zelf ook wel grappig vond, is ontkenning. Dat betekent in hele oude studies dat je nog kon ontkennen dat je überhaupt kanker had, maar dat komt natuurlijk in latere studies niet meer. En dan gaat het om het ontkennen van de ernst van de ziekte. En dat blijkt dat in 4 studies gevonden is dat hoe meer je dat ontkent, hoe kleiner de kans is dat je binnen een korte tijd daaraan overlijdt. Nou ja, ik weet niet of je dit leuk vindt, ik vond dat wel grappig. Mag ik de volgende dia? Nou, hier blijkt uit dat dit overzicht dat soort kanker geen verschil lijkt te maken. En dat er enige aanwijzingen zijn gevonden voor, nogmaals, een neiging tot pessimisme, het ontkennen van de ernst van de ziekte, gebrek aan sociale steun en een neiging tot repressie van negatieve emoties. Wat dat nog wel een beetje het idee ondersteunt, is dat een beetje dezelfde factoren zijn gevonden bij onderzoek naar het ontstaan van kanker als bij het beloop, terwijl dat toch hele andere studies zijn. Dus wie daarmee door wil gaan, heeft hier dan toch wel een beetje ondersteuning aan. Mag ik de volgende? Ja. Dus als we nu het ontstaan. Die hebben we al gehad. Mag ik even hier snel weer heen, want deze hebben we al gehad. Ja. Goed, als ik nu het totaal samenvat, is er dus geen systematische aanwijzing gevonden dat psychologische factoren van invloed zijn op het ontstaan en beloop van kanker. Want dan verwacht je veel hogere aantallen van studies die allemaal dezelfde uitslag geven. Het hoeven er geen 5 van de 5 te zijn, maar 4 van de 5 hoop je dan toch wel te vinden. Ja. En in de aanbevelingen die wij voor de KWF kankerbestrijding hebben opgesteld, naar aanleiding van ons literatuuroverzicht, de NKB vroeg om die aanwijzing, omdat ze geld hebben gekregen om nog een onderzoek hiernaar te starten, hebben wij gezegd, van als je dan toch wel door wil gaan, richt je dan vooral op een bepaald type kanker. Kijk vooral naar predictoren die dan enige aanwijzingen vertoonden, en dan met name depressie. En misschien moet je ervan af om gezondheidsgedrag altijd maar te willen uitsluiten als een confounder, omdat je zo geïnteresseerd bent in wat die hormonen en immuuncellen allemaal doen. Dat heeft misschien wel een effect, maar dat is waarschijnlijk allemaal heel gering. Kijk toch vooral naar gezondheidsgedrag. Het is een beetje minder sexy, maar het is toch een klinisch veel relevanter om te weten of depressie, voor zover het geassocieerd is met ontstaan van kanker, komt door ongezond gedrag. Dan weet ik niet of ik hierop kunt drukken, maar je kunt ook al een aantal verder door. Ja, juist. Ik heb nog even tijd om misschien eventjes te laten zien wat ik het meest interessant vind, namelijk wat interventiestudies op dit gebied hebben opgeleverd. En u ziet hier 13 studies genoemd, dat zijn allemaal randomized controlled trials. En dan ziet u dat in het begin vooral nog wel eens een effect werd gevonden. Ik neem aan dat je allemaal de naam van Spiegel en Forsy kent.
waardoor het gebied erg gestimuleerd is, want die vonden een effect. Mag ik even de volgende dia? Maar zodra die studies zijn verschenen, kwam er al commentaar op. En die stichtjes geven aan waar toch wel ernstige kritiek is te leveren op de opzet van het onderzoek. Dan blijven er, wat zijn het er, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 studies over, dan ben je recente. En van die 8 hebben we 2 effect gevonden. Nou, dat noemen wij toch al met al ook niet erg indrukwekkend. Heb ik er nog eentje? Oh ja, er was er ook nog meta-analyses gedaan over deze interventiestudies van in het Chow. Die 8 studies samenvatten, vond geen significant effect. Niet na 1 jaar en niet na 4 jaar. En nog een andere. Die vatten 14 studies van samen, waarvan er echt 8 randomized controlled trials waren en daar werd geen effect gevonden. Goed, wat kunnen we hieruit leren? Al met al. Het effect is niet uitgesloten. Ik vind het onzin om te zeggen dat er nu overtuigend is bewezen dat psychologische factoren geen invloed hebben. Ik denk wel dat het mag zeggen dat het niet systematisch is aangetoond. En je mag ook wel zeggen dat voor zover een effect bestaat, dat waarschijnlijk uiterst gering is. En je mag van mij ook wel zeggen dat psychologische interventies die daarop zijn gericht eigenlijk niet erg zinvol zijn. Dank u wel. Heldere conclusie kon trekken, maar hebt u ook rekening gehouden met een non-publication bias? Hoeveel onderzoeken zijn er gedaan met een negatieve uitslag die niet is gepubliceerd? Want die kunnen natuurlijk de claim dat het niks doet wat sterker maken dan u nu hebt gedaan. Ja, heel terecht. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet heb gedaan. In die meta-analyse is het wel gedaan, die ik jullie zie. Ik heb u die meta-analyse van Tjaarda laten zien, waarin wat minder studies zijn samengevat over het ontstaan van kanker dan ik heb gedaan. En Tjaarda heeft dat wel gedaan. Ja. Ja. Nog andere vragen vanuit een discussie die in onze vereniging veel wordt gevoerd, is de vraag van, ja, wanneer is genoeg genoeg? Wanneer moet je nou eens stoppen om duur KWF-geld in dit geval dan te gaan stoppen in onderzoek naar, naar de psychosociale factoren die een invloed hebben op het beloop of het ontstaan van kanker. Ik heb al de helft van uw antwoord gekregen. Ik wil graag ook toch iets meer over de andere helft. Waaraan moeten die aanvragen dan voldoen om voor subsidie in aanmerking te mogen komen? Ja. Ik heb zelf binnen mijn eigen instituut. Je kunt nooit zo'n beslissing baseren op een hard gegeven. Dus het is altijd een inschatting. En mijn inschatting voor mijn eigen instituut was, we kunnen beter hiermee stoppen, want dat heeft niet zoveel belofte in zich. Ik heb dat ook binnen de subsidiebeoordelende commissie van de KVF bepleit. En dat het KVF hier toch geld voor beschikbaar heeft. Ja, ik weet niet of het uit de school klapt, maar dat is een van een particulier, een geoormerkte subsidie voor onderzoek. Ja, dat heeft ook in de krant gestaan. Dat oh, is geen sorry, geheim. Geen geheim. Okay. Dus dat onderzoek dat gaat plaatsvinden. En daarvan heeft in ieder geval de commissie gezegd dat het moet voldoen aan de adviezen die wij in dat stuk hebben gegeven. Dus dat zeggen, richt je toch vooral op een bepaalde type kanker, waarvan enige aanwijzingen bestaan dat het daar misschien wel iets sterker een effect is te vinden dan bij anderen. En zeker op bepaalde specifieke psychologische factoren. Hoort daar ook bij het advies, stopt u nou maar eens met roken? Want Nee, kijk, we hebben ook de aanbeveling gedaan, nogmaals, van, gaat u nou toch eens het gezondheidsgedrag in dat hele onderzoek betrekken? Hè? Dus, wat breder dan alleen roken, drinken en, nee, en seks? Nog, kijk, in onderzoek hiervoor, dat beschouwde gezondheidsgedrag als een factor die uitgeschakeld moet worden in statistische controle. Die waren op zichzelf daar helemaal niet in geïnteresseerd. Maar maak dat onderwerp juist van je. Maar wij zeggen van, ga dat nou toch vooral onderzoeken of voor zover depressie een effect heeft op het ontstaan en beloop van kanker, is dat via gezondheidsgedrag. Dat is een benadering dat nu toe nog nooit is gekozen. Ja.
Duidelijk, ik we spreken elkaar nog straks. Ja, Frits, kun je even staan? Ik heb nog een andere vraag. Je hebt in ieder geval erg bedankt voor je verhelderend verhaal. Ik heb nog een andere vraag. Je spreekt over psychologische factoren. En ik denk dat dit hele onderzoeksveld erg gehandicapt wordt door de meetinstrumenten die daar gebruikt worden. Als je allerlei onderzoeken met elkaar vergelijkt, dan bij de een gebruiken ze dit en bij de ander gebruiken ze dat. En is ook een onderdeel van de KWF dat er toezicht wordt gehouden dat het instrumentarium gewoon precies bekeken wordt. Want anders heb je er nog niet heel erg veel aan. Ja, nou, dat is een hele goeie. Het is nog steeds niet zeker dat het hele project op gang komt. Goed, laat ik het via deze weg beantwoorden. Ik zit in de adviescommissie. En dat advies, dat zal ik zeer te harte nemen. Want ik ben het helemaal met je eens. En overzicht, in mijn eigen overzicht heb ik daar ook wel op gelet. En dan vond ik, vooral bij depressieve stoornis, wat het hoogste stoort, is dat erg belangrijk. En dan bleek dat, of je dat nu bepaalde met een vragenlijst waarvan van tevoren een gevalideerde cutoff-score was vastgesteld, of met een psychiatrisch interview, dat maakte bij de conclusies niets uit. Dus ik heb het in mijn eigen review wel te harte genomen. En ik zal dat ook adviseren als lid van de adviescommissie, mocht dat onderzoek toch echt gaan lopen. Nog twee vragen. Schoven de werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Ik heb een hele simpele vraag. Wordt er bij dat soort onderzoeken ook naar gekeken naar ja, de kip of het ei? Ik kan me voorstellen als je hoort jij hebt kanker in deze vorm of dit stadium, dat dat weer effect heeft op je psychische gesteldheid. Tuurlijk, uiteraard. Helemaal juist. Gaat dus niet zo erg op bij onderzoek naar het ontstaan en beloop van kanker. Zei dat bij, daar ging er even snel overheen, bij hersenkanker, dat kan een heel snel een beloop hebben, waardoor al voordat het klinisch is gediagnosticeerd, er effecten kunnen ontstaan op je stemming. Daarom is met name daar, is dat het jaar voor het vaststellen van de diagnose, is daar ook van uitgehaald, dat is niet in beschouwing genomen. Dus zo houden mensen daar echt wel rekening mee. En wat betreft het beloop van kanker, daarom juist heb ik cross-sectionele onderzoeken uitgesloten. Van als je op jezelfde moment gaat bepalen of iemand depressief is, als dat die kanker heeft, ja, dat is natuurlijk helemaal niet in. Ja, dat is klinisch heel belangrijk, maar niet voor dit onderzoek. Dus dit longitudinale opzet heb ik met opzet daarom gekozen om uw probleem te voorkomen. Ja. Renkens is mijn naam. Ja, ik heb in het verleden uw instituut nogal scherp aangevallen. Ja, dat weet ik. Een van de ergste dingen die een wetenschapper kan overkomen, heb ik al eens gelezen, is dat een elegante, geliefde hypothese wordt verwoest door de feiten. En ik heb een beetje het gevoel dat dat met het Helene Dowling Instituut het geval is geweest. Ik weet vrijwel zeker in de beginjaren van uw instituut dat daar aan patiënten werd wijsgemaakt dat ze moesten boetseren, dat ze moesten kleien, dat ze de natuur in moesten, dat ze in gespreksgroepen hun ziel moesten blootleggen. En die bevindingen van Spiegel uit die tijd werden zo kritiekloos omarmd. En ik vraag me af, hoe kijkt u daarop terug? Is het inderdaad zo dat ik dat juist getaxeerd heb in die tijd, dat dat zo was? Of, want daar heb ik me zeer aan gestoord namelijk. Dat vind ik heel breed om patiënten dingen wijs te maken die nergens op gebaseerd zijn. En, of moet ik dat al met terugwerkende kracht alsnog allemaal intrekken? Wij praten nog steeds, of nee, wij, er wordt nog steeds in groepen gepraat op het Helen Dowling Instituut. Maar de officiële lijn was vanaf begin af aan dat het onbewezen is dat dat enige relatie heeft met het beloop van kanker. Kijk, ik sta niet in voor elke therapeut, voor elk moment in het hele verre verleden. Maar de officiële lijn van het instituut, ook van Marco de Vries, is altijd geweest: het is niet bewezen, maar wij willen het onderzoeken. Ja, of er gekleid werd, dat weet ik niet vroeger. Maar dat er in groepen werd gesproken, dat is nu het geval en dat is vroeger het geval. Maar nogmaals, nooit onder de noemer van het is bewezen dat. Wij waren erin geïnteresseerd en hebben het onderzocht. En ik vind het onderzoeken van een interessante, maar soms
in discussie staande stelling vond ik altijd zeer uitdagend. Dus daar ben ik er redelijk bij het Helen Dowling Instituut ben gegaan. Ik had eigenlijk persoonlijk geen persoonlijk interesse of het nou links of rechts zou uitvallen, maar wel vond ik het leuk om zo'n stelling te onderzoeken. Ja. Nog wat werk gedaan. Ja.